Zei je dat? Ik zei goedenavond. Oké, goedenavond allen. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn op deze bijzondere avond hier in Vathorst. Waar wij vol trots een heleboel dingen gaan laten zien wat Vathorst allemaal heeft. En wat voor mensen ze in huis hebben. We hebben een druk programma. Vertel, wat gaan we doen? Nou, we hebben een aantal gastoptredens van onder meer Dilara Kars en Jurgen Hoskamp en onze stadsdichter Nienke Geertsma. En de Aria Tariferdi is er, de directeur van het Scenics Festival en de wethouder. Eregasten, ze zitten daar dichtbij, die komen straks ook aan het woord. Maar nu, eerst even een heel jong talent. Dames en heren, waar is ze? Ze is klein, nog fijn. Daar is ze, Dilara Kars. Ik ben wel benieuwd hoe oud was je toen je begon met zingen? Ik zing eigenlijk al heel lang, maar ik ben er eigenlijk serieus mee bezig sinds mijn 11e, want toen ben ik op zangles gegaan. Okay, dus je wilde altijd eigenlijk al zangeres worden? Of? Nou ja, zingen is vooral mijn hobby. En ja, hoe meer je kan optreden voor des meer publiek, hoe leuker het is. En je had zaterdag, hoorde ik, een hele bijzondere dag. Vertel eens, waar ben je geweest? Ik had een auditiedag voor het Junior Song Festival. Oké, en hoe ging dat? Ja, het ging wel goed, alleen helaas ben ik niet door. Dat is jammer. En wat voor liedje ga je nu doen? Ik ga twee van mijn eigen nummers doen, waaronder één die ik had ingestuurd voor het Junior Song Festival. Oké, nou, we zijn benieuwd. Ja, nou, en hier is dus nog een Vathorsten. Een beetje van een wat oudere serie, maar goed. Maar nog steeds heel goed. Vertel eens wat, Jurgen Hoskamp, wie ben jij? Nou, ik ben Jurgen Hoskamp. En ik heb een tijd ook bij Vathorst TV meegedraaid. En ik maak muziek, ik speel in een band. En zodoende kwam Dilara eigenlijk bij mij in de studio terecht. Zo, nou, wat wil je allemaal wat mee doen misschien? Kun jij daar verder wat mee? Toen zijn we samen gaan schrijven. Junior Song Festival gedaan, in ieder geval, de auditie, dus we zijn goed op weg, al leuk. Ze is wat verder gekomen als jij in de muziek, mag ik zeggen, maar jij hebt ook een band? Ja, ik heb ook een band, Sloot Jan, weet je bent. Op een gegeven moment hebben we onze beste tijd inderdaad wel gehad, dus ik vind het ook leuk om andere dingen te doen dan alleen maar zelf te zingen. Begeleiden is ook leuk. Ja. Uniek duo ook. Een jonge man uit Vathorst met een jonge dame. Gaat u genieten. Als jij niets meer zegt, als je naast me staat, als je bij me bent, als je me met laat, als we samen zijn, als de tijd stilstaat, als de zon weer staat en het licht uitgaat, dan is het ook voorbij. Dan hoort het niet meer voor mij. Niet meer hier, niet meer daar, niet meer samen bij elkaar. Het is vergeten. Word je dat s'nachts dicht? Ja, ik dicht eigenlijk al sinds mijn 8e. Dus heel hard werk en heel veel inspiratie. En uiteindelijk word je dan een stadsdichter. Toen je het hoorde, hoe word je dat? Ja, geweldig. Ja, super. Ja. Want dat is natuurlijk een geweldige erkenning. Ook een heel mooi moment om zoiets te mogen zijn. Want hoe lang blijf je dat nu? Tot en met 2017. Mensen, we gaan nog heel lang van deze vrouw genieten. En het is de eerste keer dat ik in Vathorst mag optreden. Hartstikke leuk en ik ben ook heel benieuwd hoe de reacties straks zijn op de prachtige documentaire.
Ik feliciteer alvast de makers, want ik heb een heel klein sneak previewtje gehad en het zag er echt fantastisch uit. Ik heb een gedicht geschreven over vathorst. Het is het eerste gedicht wat ik over vathorst schrijf. Misschien komen er nog wel meer. Het is met een knipoogje naar de dichter Mars Man. Denkend aan vathorst. Denkend aan vathorst zie ik een verbrede rivier traag door oneindig laakland gaan. Langs rijen populaire gebouwen die hier als hoge pluimen in de velden staan. Door verschuivende grenzen verhuizen de mensen naar groter en hoger en beter. In een wereld van verschil vindt jong en oud wat hij wil, een bestemming voor iedere meter. De zon verwarmt, de bron omarmt door woon- en winkelplekken, die het land voorheen aan de rand van het veen met nieuw elan bedekken. Maar de tijd verstrijkt binnen de buitenwijk nooit sneller dan binnen de muren van de oude stad. Ooit de bakermat. Haar tijd zal het wel duren. Dank u wel. Wie ben je? Mijn naam is Bertine Houwing en ik woon sinds 2005 in Amersfoort. En sinds 2010 heb ik in de gemeenteraad gezeten. En sinds vorig jaar april ben ik wethouder. En altijd een politiek dier geweest? Ja, al heel lang. Eigenlijk al sinds medio 90er jaren. Dus wat dat betreft ben ik altijd actief geweest. En wat heeft u in uw portefeuille zitten, zoals ze dat zo met een mooi woord noemen? Buitenom klein geld? Ja. Nou, wat ik in mijn portefeuille heb zitten is heel divers. Onder andere onderwijs. En dat ik vanavond hier ben en dit project hier mag meemaken. Naast die prachtige levensverhalen die verteld worden. Ook bedenkend dat al die jongeren hier aan dit project hebben gewerkt. Ja, dat vind ik als wethouder onderwijs fantastisch. Want ik denk dat leren op school, in de schoolbanken, om het zo maar even te zeggen. Ik ben zelf ooit begonnen als lerares in het voortgezet onderwijs. Docent werd dat toen ook al genoemd. Die schoolbanken, daar kun je veel leren. Maar in de praktijk kun je nog veel meer leren. En dat blijkt hier ook. Ik ben dus Aria Tariveli. Ik ben filmproducent van beroep en daarnaast ben ik directeur van het internationaal filmfestival Cinex, wat jaarlijks in Amersfoort en in Hilversum plaatsvindt. En nog een hoop functies erbij, zoals voorzitter van de omroep in Hilversum. Een aantal van dit soort ja, bestuurlijke functies bij de mediaorganisaties en met name de filminstanties en dergelijke. Studie gedaan toen ik ouder was. Ik heb mijn studie in Engeland gedaan als filmregisseur. En uiteindelijk produceer ik speelfilms en documentaires ook. En doe ik nu gewoon wat ik toen wilde toen ik 5 was. Dus het lukt wel. Wat heb jij gemaakt? Mijn naam is Jeroen Wil. Ik heb meegewerkt aan een documentaire over Julie Cohen. Van degene van Lambertje. En wie ben jij en wat heb jij gedaan met het filmpje? Ik ben Michael Fransel, ik heb die van Rabia gemaakt en dat was met twee andere, ik had twee andere teamleden, maar die zijn er nu niet, die hebben vooral de edit gedaan, dus ja. Oké, wie hebben we hier? Ik ben Ronald Blankman en ik heb het ook een verder gemaakt over Niels Geer. Dat vond ik zelf erg interessant. Ben je spannend? Ja, vooral dat. Vooral de voorbereiding was wel ook wel nodig, denk ik, ervoor. Anders was het echt zoiets geworden. Maar het is hopelijk, ja, weet zeker, ik vind het zelf een mooi resultaat. Dus ik ben blij. Prima. En wie ben jij? Ik ben Gerber Duinkerken. Ik heb het ook niet gedaan over Daphne Bartels. En vond je dat leuk om te doen? Best wel. Oké, dat is mooi. En jij, wie ben je? Ik ben Patrick en ik heb de documentaire gemaakt over Sita. En hoe vond je zo'n vrouw die in oorlogsgebied was? Was dat spannend ook? Ja, erg spannend. Ook erg informatief. Dus ik vond de verhalen heel mooi om te horen. Het waren heel veel verhalen om te horen. En we hebben het wel eens moeten inkorten. Anders dan werd het denk ik een half uur, een uur dat we het woord doen. Maar ja, we hebben alle informatieve stukken eruit gehaald. En dus voor mij. Want ik vind het een hele mooie.
Nou, dat is ook een beetje een kunst, hè, om het te comprimeren. Ja. Ik heb het al geleerd, je moet een uur filmen en dan hou je 3 minuutjes over. Ja. En dat moest dus nu ook gebeuren en dat heb je geweldig gedaan. Ja. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Annette de Vrij en ik heb meegeholpen aan de documentaire van Niels Scherder. Okay. En wat vond jij het moeilijkst om te doen? Het filmen. Ja, maar daar heb ik me echt op geprobeerd te wassen. We hadden het allebei nog nooit gedaan, dus dat was spannend. Maar wel in de. En jij, wie ben jij? Wat heb je gedaan? Ik ben Tim. En wat denk je, wat het leukste? Vind je het leukste? Filmen of editen? Het was leuk om, ja, je gaat met mij. Wat je gebruikt, de stukopnames, timelapse, dat soort zaken. Zo komt niet op in beeld, als je gewoon niet in beeld komt. Nou ja, spring er maar op een goede manier mee om. Ja, dat waren gewoon allemaal dingen om echt rekening mee te houden. Dat was ook echt wel eigenlijk het beste van try and ever. Nou, het klinkt wel allemaal serieus, vind je, dames en heren. Ik bedoel, dit gaat het wel worden. En de laatste, vertel eens, wie ben jij? Ik ben Samuel, leed en ik sta bij Patrick in de groep. En verder over zitten. En wat heb jij gedaan? Gefilmd, geëdit of allebei? Tijdelijk gefilmd. Ja, muziek. Ja, wat ik ervan vind is dat ze een prachtig project hebben neergezet waar ze. Wat ik ook hoor, met veel enthousiasme aan gewerkt hebben. En wat ik ook heel mooi vind om te horen, en dat hoor ik toch een paar van de jongeren zeggen, dat de verhalen die ze gehoord hebben van degene die ze interviewden, dat die ook heel indrukwekkend waren. En wat dat betreft vind ik ook dat ze een aantal vattenposters hebben uitgezocht die een heel mooi breed beeld geven van mensen die hier leven in deze prachtige wijk. En dat op een hele mooie manier geportretteerd. Dus mijn complimenten voor jullie, maar ook mijn complimenten voor degenen die geïnterviewd zijn en de inkijk die zij hebben gegeven in hun leven. Dank u, een applaus voor dank u. Kijk, jullie zijn ontzettend goed en leuk bezig. Het is heel mooi om te zien dat je in een team setting dit gerealiseerd hebt. En inderdaad, zowel inhoudelijk, wat die net zei, inhoudelijk zit dat heel erg goed uit. En als je dus al die portretten naast elkaar zet, geeft dat in zijn geheel een enorm divers en een mooi overzicht over vattors. Dat is heel mooi om te zien. En, ja, de technieken wat jullie gebruikt hebben, de luchtopnames, de timelapse en dat soort zaken, supergoed, geweldig. Ook een stuk, dank de wethouder van Houding, ik dank Aria van Tuin Veen voor zijn komst. En dames en heren, wij gaan nu naar de afterparty. En in de afterparty, daar vindt u ook weer iets uit de Vathorst. Want ja, Aria komt ook uit de Vathorst overigens. Wij gaan naar, ja, Lijn, vertel jij maar eventjes verder, we gaan wat hebben nog in de week vanavond. We hebben een hele leuke band, Fill in the Blankets. En zij gaan zo meteen optreden voor ons. Zonder reden kan men ook wel zien wat we in het spel in strijd. Het allerliefste doe ik business, zonder enige probleem alsof het niks is. Maar ik twijfel aan mezelf, we zeggen mis niks. Mijn hele leven weggevaard, want het is mistig. Ondanks heldere verwachtingen voorzichtig. Al kijk je dwars door me en jongen je mist shit. Het lijkt alsof ik snel gevangen in een trip zit. Want ik voel die flip als een wip. Compleet door de woorden begreep ik al lang, maar dit is shifting. We zien vanzelf een positieve stap die lift in. Leef vandaag en in de toekomst die van gisteren. Dit open mezelf een hele klissie. Vanzelf langs mijn lippen heen meteen het als je lipstick. Breng ik kleur in je leven met een wit dicht verlichting. Een klein beetje hype, maar nu is fitness en mystic. Een strijd van binnen in